Oh, bijna wat? Bijna 90 graden turn. Wajo. Wat zijn jullie aan het kijken? Willen jullie wielen zien? Nou, alsjeblieft, hij is nogal luid. Ik denk dat we hem hebben unlocked. Wow, dat is toepie, holy shit. Een hele goede dag, dames en heren. Super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Zoals je ziet, zijn we weer veilig thuis van vakantie aangekomen. In de vorige video hadden jullie gezien dat mijn auto kapot was gegaan op vakantie. En daar stond ik dan in Zwolle. Maar gelukkig heeft mijn beste maatje Ronald, is die mij komen ophalen. Anders had ik echt niet geweten wat ik had moeten doen. Waarschijnlijk had ik een soort berging moeten bellen of zo. Om mijn auto dan van Zwolle naar Rotterdam te rijden. Maar dat had iets meer moeite en geld gekost als deze oplossing. Maar we zijn er, dames en heren. We zijn weer thuis. De auto staat ook weer thuis. Ik heb hier nog wel een leuk filmpje voor jullie. Dat jullie de Micra zien aankomen op de aanhanger. Dat ze die komen brengen en dat de galant ook weer weggaat. Het deed me echt super veel pijn om hem zo te zien op de aanhanger. Maar het was nodig. Het is ontzettend lekker weer buiten vandaag. En de galant die staat daar. En voordat ik een andere aandrijfas kan halen, moet ik de oude demonteren. En dan kan ik dingen opmeten om dan een nieuw onderdeel te bestellen. Om hem dan te monteren en dan weer mee te kunnen rijden. En er moet nog meer onderhoud aan gedaan worden. Dus dat is iets wat we niet vandaag gaan doen in ieder geval. Maar dan weten jullie dat ook. Galant staat eventjes stil. Ik hoop niet te lang. Want het is echt mijn lievelingsauto. En ik hoop er echt weer snel in te kunnen rijden. Maar over rijden gesproken. In plaats van dat we vandaag met de Galant gaan rijden, gaan we lekker met ons ander favorietje rijden. En dat is natuurlijk de Fristiezip. Dames en heren, ik heb hem weer buiten gezet. We gaan vandaag weer even een heerlijk stukje rijden. Het is zo lang geleden. Ik weet niet eens meer wanneer de laatste keer is geweest. Maar het is zo prachtig weer. En daar gaan wij van profiteren. Nou, maar eens even kijken of het oude vertrouwde beestje start. Kikken lopen, dames en heren. Kikken lopen. Het ding heeft gewoon, ik denk, 2-3 weken stilgestaan, man. Sinds de video met de 360 cam heeft dat ding stilgestaan. Kikken lopen. Altijd. Nou, eventjes warm laten draaien en dan gaan we. Dat is toepie, holy shit. Die zag ik niet. Die rennen we weer bijna hoor. Yeah.
Nou, alsjeblieft, hij is nogal luid. Later. Wat zijn jullie aan het kijken? Willen jullie wielen zien? Hey.
schopje weg. Hoor naar in. Gewoon de enigste combo die ik tot nu toe niet kan. Is van knieën naar staan. Ik kan eigenlijk niet eens staan, Willy. Dat was denk ik een van mijn langste staandwielies bijna. Ik denk dat we hem hebben unlocked. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Kijk, weer wat nieuws unlocked. Voordat we deze video gaan afsluiten, denk ik dat jullie ook nog wel heel nieuwsgierig zijn natuurlijk hoe het is met 180 project. Zover ik weet, is die bijna af met bouwen. Hij is volgens mij nog kleine dingetjes aan het afstellen, maar zo close, hè. Ik zweer het je, dames en heren. Straks gaan we echt blazen op die 180. Oh, ik heb weer zin om met Nicky te meeten. Maar ja, voordat we die 180er gaan ophalen en checken en testen, dan moet ik wel zorgen dat mijn geland weer rijdt. Want met de geland moeten we natuurlijk het 180cc project ophalen met de aanhanger. En als de geland niet rijdt, gaan we ook niet ver komen. Maar dat komt goed. Ik weet je, het is niet zo heel interessant. Ik moet mijn aandrijfas loshalen en even kijken wat de maten zijn en een nieuwe bestellen. Ik moet nog zoveel onderhoud doen aan die geland, dames en heren. Doordat ik het hele jaar echt veel met scooters ben bezig geweest, het 180 project, de Fristie Zip en weet ik het allemaal, heb ik mijn gelandproject natuurlijk een beetje laten liggen. Daar heb ik ook weinig aan gedaan, maar ook weinig onderhoud. En onderhoud is iets wat je wel bij moet houden met de auto's. Ik moet legit al mijn draagarmen rondom vervangen. Mijn wiellagers achter zijn naar de knoppen. Mijn fusiekogels zijn naar de knoppen. Mijn ashoes die is gescheurd, waardoor mijn home kneed nu ook nog eens kapot is. Ik moet nieuwe injectoren, ik moet nieuwe bougies, ik moet olie verversen, ik moet een nieuwe radiateur, ik moet een nieuwe airco. Ik kan echt, noem het maar op, er is nog zoveel te doen. Maar die geland gaat ook nooit meer weg. Dus ik vind het ook niet erg om zoveel tijd en geld erin te spenden. Maar ja, er moet dus wel wat aan een en ander onderhoud gebeuren. Maar ik denk, ik weet niet zeker, maar ik denk dat ik het meeste buiten beeld doe.
omdat het niet zo heel interessant is. Misschien met de achterste wiellagers vervangen, ga ik de hele fusée vervangen. Misschien is dat wel leuk om te zien. Maar ja, dan zijn jullie een beetje up-to-date hoe het zit met mijn Galant, die natuurlijk in de vorige video kapot was gegaan. Hoe het zit met het 180cc-project. Als deze video online komt dat weekend, ga ik even Nicky bellen. En dan gaan we eens even kijken hoe het zit. En dan weten jullie in de volgende video 100% meer. Dat gaat helemaal goed komen. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van deze video. Ik heb in ieder geval ontzettend genoten van de rit, van de wheelies en het lekkere weer. We hebben zelfs weer een paar dingetjes ontlokt. Namelijk de langste staande wheelie tot nu toe. En de volgende stap is echt van knieën naar staand proberen te gaan. En dat is best spannend. Maar dat gaat helemaal goed komen. Dames en heren, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken, te delen. Doe wat jij zelf wil. En dan zie ik jou bij de volgende video. Take it easy. Tot de volgende keer. Doei doei!